Vandaag lijkt het een gewone dag in het leven van een gewone taxichauffeur. Dit is Luc. Luc houdt van zijn vak, al jarenlang. 7 jaar en 247 dagen. Precies, maar zoals ik al zei, vandaag lijkt een gewone dag. Luc rijdt zijn routes naar het zorgcentrum en naar het zwembad. En in de tussentijd moeten de outliners ook nog naar een optreden worden gereden. Vanmiddag kan Luc zijn nieuwe flexitransbus gaan ophalen bij de firma Aquablue. Ook al houdt Luc nog zo van zijn werk, hij heeft het een beetje gehad met zijn oude bus. Chauffeur zijn is leuk, hè Luc, maar het valt niet altijd mee om het jezelf en je passagiers naar de zin te maken. Ach, hou op, schei uit. Luc is onderweg naar zorgcentrum De Aandacht, waar hij de 8 passagiers die hij bij zich heeft gaat afzetten. Zeg maar even hallo. Hallo. Van daaruit moeten er 3 rolstoelers en begeleiders van datzelfde zorgcentrum naar het sportfondsenbad worden gebracht. Tja, en dat brengt wat logistieke onhandigheden met zich mee. Luc zet de rolstoelen vast volgens de voorschriften, maar ja, echt praktisch is dat niet. Zoals ik al zei, niet echt praktisch. Oh, niks aan de hand. Gebeurt wel vaker. Hoi, Luc. Ja, zeg het eens. Ja, bij de basisschool staat een klasje schoolkinderen. Die moeten naar de kinderboerderij. Ja, dat is goed. Een fijne dag. Oké, bedankt. Oh, ei. Ach, Luc, alles komt goed. Echt waar. Hij gelooft me niet. Hoe dan ook, eerst moeten de banken weer op hun plek voordat de kids vervoerd kunnen worden. Tja, dat krijg je nou met al die losse onderdelen. Luc? Ja, zeg het eens. Denk je aan de outliners? Ja. Want ze hebben vandaag meer apparatuur bij zich dan normaal. Oh nee, hè. Is goed. Luc is een groot fan van de outliners, maar vandaag even niet. Ach ja, je moet wat over hebben voor je favoriete rockband, nietwaar? En in dit geval zijn dat 2 zitplaatsen. Gelukkig staat het ophalen van de nieuwe bus nu op het programma. Luc weet het nog niet, maar zijn dag zal veel beter eindigen dan hij verwacht had. Goedemiddag meneer.
heb al voor het laatst een document. Kijk, nu wordt het pas echt interessant. Luc krijgt een nieuwe bus met het FIT-systeem. In 3 tellen zijn de passagiersstoelen volledig in te vouwen. En in 10 tellen zijn ze uit de bus te verwijderen. Nou, ze zitten nog comfortabel ook. De in de vloer geïntegreerde bevestigingsgordels passen op elke rolstoel. En het flexitranssysteem voldoet ook nog eens aan de strengste Europese veiligheidseisen. Vanaf nu kan Luc zijn bus snel en eenvoudig geschikt maken voor het vervoer van valide passagiers en rolstoelgebruikers. Of een combinatie daarvan. Bij. Ja, want je moet eerst even naar het zwembad, want die passagiers die moeten weer terug naar de aandacht. En dan die schoolkinderen, weet je nog? Ja, die daar bij de kinderboerderij. En dan nog die bed. Die staan alweer op je te wachten. Voor de kroeg. Nou, zo gebied. Toch? Fijne avond. Doei doei. Hé, wat? Eerst de zwemmers ophalen, dan naar de kinderboerderij, de kinderen afzetten en dan naar de outliners, die zijn klaar. Let u even op, we gaan nu een sterk staaltje zien van een slecht humeur dat smelt als sneeuw voor de zon. In no time is er ruimte gecreëerd voor de rolstoelers en hun begeleiders. De rolstoelen worden snel en makkelijk vastgezet en de veiligheidsgordels zijn geïntegreerd in de flexitransvloer. Zo doe je dat. De bevestigingsgordels en de veiligheidsgordels verdwijnen netjes in de vloer. Geen rondslingerende beugels en geen losse accessoires. De efficiency van het flexitranssysteem bespaart tijd en ergernissen bij chauffeur en passagiers. De veiligheidsgordel zit dus zowel bij kinderen als volwassenen altijd op de juiste hoogte voor een veilige en comfortabele rit.
Door het gewenste aantal stoelen weg te vouwen is er altijd voldoende ruimte voor passagiers en bagage. Veel bagage. Als je me dat in het begin had verteld, had ik het niet geloofd. Nee, zei ik toch? Alles komt goed. Welkom bij de gebruiksinstructie van Flexitrans. Het systeem waarmee in een handomdraai een voertuig voor groepsvervoer geschikt wordt gemaakt voor het vervoer van rolstoelgebruikers en omgekeerd. Deze presentatie laat zien hoe eenvoudig het Flexitrans systeem werkt en hoe de passagiers, van klein tot groot, verzekerd zijn van een comfortabele en veilige rit. Bestemming bereikt. Het is het einde van een rit waarbij de volledige capaciteit van de bus voor groepsvervoer benut is. De bus wordt nu in een handomdraai gereed gemaakt voor het vervoeren van rolstoelgebruikers en hun begeleiders door een aantal stoelen in te vouwen. Vouw eerst de hoofdsteun in. Druk de armleuning door naar achteren tot deze klikt en de rugleuning vrijkomt. Vouw vervolgens de rugleuning naar voren en druk deze in de vergrendeling. Kantel de opgevouwen stoel nu tegen de zijwand. Het uitvouwen van de stoel werkt op dezelfde manier, maar dan in omgekeerde volgorde. Er is nu ruimte gecreëerd voor rolstoelgebruikers of eventueel voor het vervoer van goederen. Plaats de rolstoel centraal tussen de vier spanbanden en zet de rolstoel op de rem. Druk voor vrijgave van het totale systeem op de aangegeven knop op het controlepaneel. Nu zijn de knoppen in het passagiersgedeelte van de bus te gebruiken. Voor het bevestigen van de voorste spanbanden wordt eerst op de knop in de hemel gedrukt. Ook de indicatielampjes op het dashboard geven met rood aan welke rolstoelplaatsen ontgrendeld zijn. Trek de spanbanden aan de voorzijde van de rolstoel uit de vloer en bevestig deze aan het frame van de rolstoel. Druk opnieuw op de corresponderende knop in de hemel om de voorste spanbanden te fixeren. Nu kunnen de spanbanden aan de achterzijde van de rolstoel worden bevestigd. Als de rolstoel vastgezet is, kan de veiligheidsgordel worden aangebracht. Haal eerst de vloersluiting omhoog. Trek daarna de gordels zo ver mogelijk uit de vloer. Bevestig de eerste gesp aan de sluiting in de dakstijl. De tweede gesp gaat in de sluiting in de vloer. Met één druk op de knop van het controlepaneel in het dashboard wordt de hele flexitransvloer beveiligd, waardoor de knoppen in het passagiersgedeelte niet meer gebruikt kunnen worden tijdens de rit. Op naar de volgende bestemming. Veilig op weg met het Flexitrans systeem. Het uitzicht van de passagiers wordt, dankzij Flexitrans, niet belemmerd door opgeklapte stoelen of een verhoogde zitplaats. Tijdens de rit geeft één blik op het controlepaneel een duidelijk overzicht van de situatie achterin. Alle lampjes zijn groen, dus de rolstoelen zitten veilig vast. Einde van de rit. Ontgrendel op het dashboard de knoppen in het passagiersgedeelte en controleer of de rolstoelen op de rem staan. De veiligheidsgordel kan worden losgekoppeld en verdwijnt weer netjes in de vloer.
Gebruik de knoppen in de vloer achter de rolstoel om de spanbanden te ontgrendelen. Ontgrendel nu de voorste spanbanden met de knop in de hemel en ontkoppel ze. De rolstoel staat nu los en kan uit het voertuig worden gereden. De bus kan nu weer snel en makkelijk worden ingericht voor de volgende rit. Tot slot nog enkele aandachtspunten. Bij personenvervoer kunnen de veiligheidsgordels voor elke inzittende op de juiste hoogte worden ingesteld. Dit is met name belangrijk bij het vervoer van kinderen. Omdat de stoelen niet alleen invouwbaar, maar ook verplaatsbaar zijn, kan een flexitransbus voor vrijwel elke rit worden aangepast. Het is mogelijk dat u een systeem heeft waarbij door te hoge spanning de ontgrendelknop moeilijk in te drukken is. Gebruik in dit geval dan de hevel in de vloer naast de spanband. Het verwijderen van de stoelen uit de bus gaat heel makkelijk met de speciaal ontwikkelde Flexitrans trolley. Met dit hulpmiddel is de lichamelijke belasting voor een chauffeur minimaal. Tillen is niet nodig. Flexitrans voldoet aan de strengste Europese veiligheidseisen en verzekert chauffeur en passagiers van een comfortabele en veilige reis.